Hoi en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik ben Melanie Sintra en ik heb vandaag weer een shoplog voor jullie. Ik film voor het eerst niet met daglicht. Ik heb namelijk een ringlampje achter me staan. Ik weet niet of het bevalt, maar het licht is wel prima, denk ik. Ik ben wel echt heel moe, dus dat zouden jullie misschien ook wel een beetje kunnen zien aan mij. Maar ik wilde graag twee pakketjes openmaken voor een video. Ik heb namelijk twee samenwerkingen, samen met My Jewelry en een samenwerking met Kids Brand Store. En die ga ik lekker openmaken hier met jullie. Ik heb nu ongeveer, denk ik al, iets meer dan een jaar samenwerkingen met hun beiden en dat bevalt heel goed. En ik krijg hele leuke items van hun opgestuurd en ja, ik ben er heel blij mee. Ja, ik ga gelijk beginnen met het eerste pakket. Ik ga beginnen met My Jewelry. Tadaa! Ik mocht dit keer voor €75 wat uitzoeken. Plus nog €20 een cadeautje. Dus dat heb ik gedaan. Ik ga hem even openmaken. Dit zie ik als ik hem openmaak. Tadaa! My Jewelry was het trouwens echt super snel. Ik had even nadenken. Gisteren besteld, gisteren, dus letterlijk een dag. Ik vind het al heel chill dat je iets bestelt en het is gelijk in huis. Want Kids Brand Store, dat komt natuurlijk uit een ander land, dus dat duurt gewoon even iets langer. Het duurt ook niet heel lang, ik denk niet eens een week. Ik denk 4-5 dagjes of zo, maar toch wel verschil weer met My Jewelry. Dus dat. Ik heb items uitgekozen wat ik wel wat gewaagd vind. Nou, niet per se gewaagd, maar het zijn wel dingen die ik misschien zelf nooit snel zou kopen. Maar dat lijkt me juist wel leuk om even een keer wat anders te nemen dan wat ik normaal doe. Dus ik ga beginnen met het jurkje. Zoals hij hier uitziet, ziet hij er niet zo uit als ik had verwacht. Ik zie hier allemaal rare groene, gelige bloemetjes en zo. En dat was niet wat ik ervan had verwacht. Maar tadaa! Oh, heel leuk. Ik heb een jurkje uitgekozen. Tadaa! Mega leuk! Jullie zien straks ook een aanbeeld erbij. Dan zien jullie hoe het staat. Ik heb deze in maatje S besteld. En deze was €40. Ik weet niet of S past. Ik heb meer jurkjes van My Jewelry. En die vallen wat klein. Maar ik had even bij de aanbeelden gekeken. En dat meisje was 1,80 meter. Ik ben 1,70 meter. En zij droeg ook een S. Dus ik denk dat het moet lukken. En wat hierin zit is elastiek. Lekker rekbaar. Dus dat moet goed komen. Heel leuk jurkje. Ziet er leuk uit. Het is ook een ander soort model dan dat ik normaal heb. Want normaal heb ik niet zo'n strakkere band in het midden, zeg maar. Ik weet niet zo goed hoe ik het uit moet leggen. Maar jullie zien het straks wel op de aanbeelden. Ik heb een jurkje aan. Wacht, dan moet even iets meer omhoog. Ik heb een jurkje aan. Hij is heel leuk. Ik heb er even een riempje bij omgedaan. De achterkant, laarsjes erbij. Ik laat ook wel even zien hoe die zonder riempje staat. Zo, ook mega leuk. Alleen ik ben zelf toch wel van de riempjes ofzo. Dus ik denk dat ik mezelf toch met een riempje zou dragen. Wat zeggen jullie? Mijn haar werkt ook niet echt mee vandaag. Ik heb vandaag echt al een hele lange dag gehad. Ik moest vanochtend eerst presentatie geven over Pathé en TikTok en zo op een basisschool. En daarna heb ik twee toetsen gemaakt op school. En dan moest ik ook weer 3 uur reizen. Nu ben ik net thuis. En nu ga ik deze video opnemen. En ik moet straks door naar de kapper. Dus ik ben ook wel gewoon een beetje moe. Deze week is het best wel druk. Ik heb toetsweek gehad. Of toetsweek is nog bezig. Dus ik zie er niet helemaal top uit. Maar hopelijk stoort het niet helemaal. En het rokje. Dit is dus iets wat ik echt nooit zou kiezen of zo, weet je. Maar oké. Heftig wel. Oké. Dit is het rokje. Hoe gek is dit kleurtje? Ik heb nu zelf dit rokje aan. Misschien kennen jullie deze wel van de Zara. En daar vind ik deze wel een beetje aan denken of zo. Daar doet me deze wel een beetje aan denken of zo. Het is wel een beetje hetzelfde soort modelletje. Super raar kleurtje ook. Maar die zit dus vast met dit riempje. Ik weet niet zo goed wat ik hierover moet zeggen. Het is maat S. Deze was €35. Ik hoop dat deze mooi is. Want deze zou ik dus nooit zelf kiezen. Ik denk wel dat die leuk is. Met een panty, zwarte laarsjes. Super mooie kleuren ook voor de herfst. Maar ik snap wel als jullie dit zien dat jullie denken van, waarom heb jij dit gekozen? Het is echt een heel raar item. Maar jullie zien op de aanbeelden. Misschien staat dat wel echt niet. Maar op de aanbeeld van My Jewelry zelf. Toen die model het aan had, zag het er echt leuk uit. Dus ik hoop het heel erg. Het rokje. Hij is wel wat aan de korte kant. Maar het valt mee, want er zit zeg maar nog een rokje onder. Dus het kan wel. Ja, ik vind hem wel leuk. Even wat anders dan normaal, weet je. Ja, dan zou ik het eerder dragen met de panty hoor. Maar geen zin om die nu aan te trekken. Maar
Leuk man. Verder heb ik dus nog een cadeautje ontvangen. Alleen dit kan ik nog niet openmaken. Want het is zeg maar, ik heb dus een samenwerking met hun. En die samenwerking houdt dit keer in dat ik een TikTok moet maken. Dat ik alles unbox. Dus dan moet ik deze kleding laten zien. En moet ik doen alsof ik dit cadeautje cadeau geef. Dus die moet ik aan de zijkant schuiven. En ja, het is een beetje lastig uit te leggen. Jullie zien het binnenkort wel op mijn TikTok als jullie mij volgen. En dus deze moet ik eigenlijk nog even dicht laten. Stel, ik heb deze al opengemaakt voordat deze video online komt. Dan zien jullie nu nog even een fragment wat in dit zakje zit. Dus ik weet nu nog niet hoe de eitjes mij staan. Jullie weten het wel. Laat mij even weten wat jullie ervan vinden. Want dit zijn natuurlijk wel een beetje ander soort items dan ik ze normaal zou kopen. Dus dat is het eigenlijk voor mijn jewelry. Het is niet mega veel, maar ja, het is wel heel leuk dat ik dit gekregen heb van hun. Dus ik wilde het ook even laten zien. Het leek me leuk. En ik moet hierna dus nog een TikTok maken met dit pakket. Maar dat ga ik een andere keer even doen, want hierna ga ik naar de kapper. Zoals ik gezegd heb, want mijn haar is een beetje gelig. Oké, nu gaan we door naar het mega, mega grote pakket van Kids Brand Store. Oké, kijk even hoe groot. Ik heb dus nu al iets van een jaar een samenwerking met hun. En ik mag om de 3 maanden een pakket uitzoeken van 200 euro. Mega veel. Dus ik vind het echt veel. En ik heb echt wel hele leuke dingen gekregen van hem. Ik heb heel veel truien, zeg maar. Want ze verkopen allemaal kinderkleding in merkkleding, zeg maar. En ja, ik ben geen kind meer. Maar ik pas de kleding nog wel. Want ze hebben bijvoorbeeld maat 12, 13, 12, 14, 15, 12, 16, 17... 12, 16, maat 16, 17. Dat valt als een SM vrouwencollectie, zeg maar. Dus ik pas het allemaal nog wel. Dat is echt super chill. Want kinderkleding is ook altijd wat cheaper en zo. Maar dat dus. Ik heb dus wel hele leuke trui van hun. Wat heb ik nog meer van hun? Trainingsbroek. T-shirts. Lange mouwen shirt. Ralph Lauren. Tommy Hilfiger. Lila's Cold. G-Star. Echt allemaal merkjes hebben hun. Dat is echt super chill. En dit keer mocht ik hem. Oh, ik schrik dan, hè? Als mijn Siri aangaat, schrik ik. En voor deze samenwerking mocht ik een pakket uitzoeken voor 300 euro. Dus dat is echt fucking veel. En ik ben er heel blij mee. Ik weet niet waarom het opeens verhoogd is. Want het was altijd 200 euro. En nu is het dus 300 euro. Ik weet niet waarom. Wat ik verkeerd heb gedaan, wat ik goed heb gedaan, wat ik anders heb gedaan dan normale samenwerkingen, geen idee. Maar dit pakket is dus binnengekomen. Maar het lijkt me gewoon heel leuk om met jullie even te delen wat in dit grote pakket zit. Hij is ook best wel zwaar, hij is vanochtend binnengekomen. Dus ik ga hem even openmaken. Heel veel. Het enige wat je ziet is ook zwart. Dat was ook toen ik het ging bestellen, dacht ik, oh, dit is wel iets te veel zwart. Ik heb eigenlijk geen cursus gedaan, maar zwart is altijd goed, toch? Dus ik gooi het er even uit. Dat ging niet zoals gepland. Dus ik denk dat ik gewoon ga beginnen met alle pakketten openmaken. Het eerste item dat ik pak is zwart. Voor de verandering. Ik ga hem gewoon openmaken. Ik denk dat dit een Lila Scott trui is. Ik heb ook een Lila Scott trui in het grijs. En die heb ik in maat 15, 16. En ik weet dat ik deze in 16, 17 heb besteld. Dat ik niet had hoeven doen. Want die 15, 16 zit ook best wel ruim. Dus ik denk dat deze iets te groot is. Maar met een trui vind ik dat niet heel erg. Ik vind deze trui een beetje saai, want ik heb deze trui dus ook... Kijk, hier heb ik hem zelfs liggen op de grond. Ik heb deze trui ook al zonder capuchon. Maar nu heb ik hem ook met capuchon. Want waarom niet? Dit is de trui. Inderdaad best wel groot. Dit is de capuchon. Ik merk toch wel het lichtverschil met als ik overdag film of met neplicht. Maar ja, deze trui bevalt mij gewoon goed. Die grijze draag ik best wel vaak. Dus ik dacht, waarom niet nog een zwarte erbij? Ze hebben hem ook nog in het... donkerblauw vind ik ook leuk, maar portergrijs hebben toch mijn voorkeur wel. Oké, hij is echt super chill. Hij is inderdaad wel een beetje groot, zoals ik al dacht. Maar ik doe de muziek even iets zachter. Hij is inderdaad een beetje groot, zoals ik al had verwacht. Maar ja, hij is lekker groot, lekker chill. Hij is echt super mega zacht van binnen. Dit is echt een leuke, lekkere chill trui. En hij is ook nog wel leuk, lekker op een zwarte broek. Blij mee. Ik heb trouwens ook nog een kortingcode. Die vertel ik aan het einde van de video. Dat is 20% korting op alles. Behalve zoartikelen. Misschien ook wel zoartikelen. Ik weet het eigenlijk niet helemaal over. Maar ik heb dus nog 20% korting. Dus als jullie nieuwsgierig zijn naar de kleding, take a look. Nog een item van Lila Scott. Ook zwart.
Dit is een Lylan Scott shirt met lange mouwen. Woehoe, dit is dus letterlijk... Hou op, Siri. Dit is dus letterlijk hetzelfde als deze lange trui, maar nu is het een shirt. En bijna hetzelfde met de trui, maar dan zonder capuchon. Dus ik heb voor elk weer heb ik iets anders. Eigenlijk moet ik nu nog een t-shirt. Die had ik wel in mijn mandje, maar die heb ik uiteindelijk weer uitgehaald. Omdat ik dus al een lange mouwen shirt had. Maar dit is het dus. Ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon een hele chill merkje. En ik hou ook wel gewoon van lange mouwen shirt. Het shirtje. Chill, hij zit ook even iets strakker dan wat ik had verwacht. Ja, ik weet niet. Leuk shirtje. Gewoon heel simpel. Maar wel echt heel handig. Want ik heb best wel vaak gewoon een rokje aan. En een rokje simpels bij aan. En zo is het echt perfect daarvoor. Je kan hem ook zo een beetje in je broek proppen. Leuk, helemaal leuk voor deze koude dagen. Zijn t-shirt is gewoon echt te koud. Ik wilde eerst eens een t-shirt nemen, maar gelukkig heb ik lange mouwen gedaan. Deze is ook echt leuk. Heel blij. Oh ja, ik heb ook nog een tasje erbij. Dit was puur omdat ik nog 8 euro over had. Dus heb ik een tasje erbij gedaan. Een beanie, een muts. Superleuk, want het wordt nu dus kouder buiten. En ik begin nu weer mijn muts te dragen die ik 2 jaar geleden heb gehaald. Ook van Adidas, een lichtroze. Superleuk vind ik hem. Alleen ik heb dus een donkergroene Air Force winterjas. En omdat zo'n lichtroze muts bij te hebben vind ik net iets te heftig ofzo. Kan gewoon niet, vind ik. En dus ik dacht, leuk. En zwarte! Ik zag deze op de website. En ik dacht, nou leuk. Maar ik zie wel dat het hoofdje veel kleiner is. Het is natuurlijk wel gewoon echt een kindermuts. Zo ja. Oké, het zit een beetje gek. Maar dit is de muts. Dus ik vind hem heel leuk. Heel simpel. Ik heb niet echt een mutshoofd, maar ik vind het heel lekker. Ook als ik bij mijn vriend achter op de scooter zit, dan is het heel koud om de oren. En dan is een muts echt perfect. Nu zit mijn haar dus echt nog beter. Een trui waarvan ik niet... zeker weten of ik dit leuk vind. Het is een Champion trui. Verder ben ik niet echt helemaal weg van het merk Champion. Maar hij zag er zo lekker zacht uit op die modellen. Ik weet niet, hij leek zo lekker gewoon comfy, weet je. En dat is soms echt heerlijk. En ik vind wit wel echt een mooie kleur voor truien. Ook al als je make-up op hebt in de winter, dan zitten die vlekken overal. Maar ja, ik dacht misschien wel een leuk truitje voor erbij. Aangezien ik nog niet genoeg truien heb. Ja, leuk. Hij is ook lekker groot. Ik heb hem ook in een lekker grote maat besteld. I love it. Ik heb hem in maatje. Ik heb deze trui in maat 15-16 besteld. Dus de grootste maat die ze hadden. Ik heb hem aan. Leuk kleurtje wel. Even wennen. Ik heb nooit een witte trui aangehad. Dus heel lang geleden. Lekker lang. Oh, hij is echt super nog van binnen. Dus echt een lekker comfy trui. Ja, ik weet niet. Ik vind hem ook wel leuk. Ik heb niks met dit merk, maar nu ik hem zo aan heb. Ja, oh, hij zit zo lekker. Ik wil hem gewoon niet meer uitdoen. Hij is echt chill, man. Een trainingsbroek. Ik heb dus al 3 Adidas trainingsbroeken. Ook gewoon een normale zwarte, die hier heel veel op lijkt. Ik heb hem ook nog in het lichtroze, donkerblauw. Alleen, deze stof leek zo chill. Ik weet niet, dit is echt zo'n lekker zacht stofje. Of nou, niet per se heel zacht, maar wel zachter dan die trainingsbroeken die ze hebben. Dat is echt een trainingsstof, maar dit is wat meer comfy of zo. Dit is de bovenkant. Zoals je ziet is het ook anders dan die normale trainingsbroeken. En dit hebben ze nog bij de enkel. Deze in de grootste maat besteld. Ik denk dat dit wel gaat passen. Voor, zijkant, achterkant. Hij is echt super comfy, echt super chill. Leuk. Leuk, hij is gewoon chill. Lekker stofje. Oké, deze 2 items vind ik wel echt denk ik het leukste wat ik heb besteld bij Kids Brand Store, denk ik. Hè? Ik heb ze nog niet aangezien. Die andere hebben jullie nu wel aangezien. Maar het ding waar ik dus allernieuw benieuwd naar ben, doe ik even als laatst. Want dat, ja, dat ben ik gewoon echt... Ik denk echt dat het te klein is. Want het zijn natuurlijk kindermaten. En dat is een item waar je niet kindermaten van kan hebben, denk ik. Maar als 1 na laatst heb ik een Ralph Lauren shirt. Heel leuk. Ze hadden ook gewoon Ralph Lauren shirts met alleen de Ralph Lauren logo hier. Ook leuk. Die had ik ook in mijn mandje uiteindelijk eruit gehaald voor deze. Laat me even zien. Kapot leuk dit. Oh, dat kan echt niet. Hoe leuk. Kijk nou. Er staat een hele beer op. Met een beer. Die heeft ook een polo aan van Ralph Lauren. Donkerblauw. Mega groot. Maar hoe leuk is dit op een leren broek of zo?
Mega leuk. Deze heb ik in maatje 14/16. Mijn stijl staat erop. Even kijken of dat klopt. Ja, 14/16. Dus de grootste maat die ze hadden als het goed is. Dus deze gaat ook lekker oversized zitten. Hoe leuk. Oh, ik vind het zo schattig. Met dat beertje en zo. Ik weet niet. De achterkant zit, staat verder geen logootje. Je kan hem ook leuk in je broek dragen. Leuk. Hij is gewoon even iets anders dan normaal. Maar toch herkent iedereen dit beertje wel van Ralph Lauren. Ja, ik weet niet. Superleuk. Leuke kleur ook. Lekker beertje. Ik denk dat dit wel mijn favoriet wordt. Je moet goed kijken als je iets wil bestellen. Er staat al zeg maar een model bij. Daaronder staat dit model is 1,70 en draagmaat 14-15 bijvoorbeeld. En dan kan je je eigen lichaam daar een beetje mee vergelijken. Ik vind dat soms heel moeilijk, want die meisjes zijn dan wel even lang als ik. Maar veel dunner of zo. Of dat kan je niet zo goed zien. Dus dat is altijd wel heel lastig inschatten. We gaan door naar het allerlaatste. Dat is een broek van Levi's. Levi's? Ik zeg Levi's. Mijn vriend zegt Levi's. Wat vinden jullie? Levi's of Levi's? Ja, ik wilde heel lang al een Levi's broek. Ik doe het op mijn manier. Ik wil heel lang een Levi's broek. Alleen ja, het is altijd €120 of zo zo'n broek. En hier bij Kids Brand Store waren ze voor 50. Als het goed is. Ik ben alleen bang. Want dat meisje die hem aan had, die was natuurlijk wat dunner dan ik. Die was één maatje kleiner. En ik ben bang dat ik hier niet in kom. Oeh, wat ben ik... Oh, wat zou ik blij zijn als ik hierin paste. Dit is hem. Ik heb een zwarte besteld. Ze hadden hem ook nog in een hele mooie blauwe kleur. Alleen, ik dacht, stel dat het niet past, probeer ik eerst één. En dan bij de volgende samenwerking bijvoorbeeld doe ik nog een andere. Oh, ik ben zo benieuwd of dit past. Ik heb nu de Levi's broek aan. Dus de achterkant. Het is zeg maar wel iets te lang is de broek. Wacht, ik laat het even zien. Als ik hem niet oprol, ziet hij heel erg op deze manier. Dus ik moet hem wel oprollen. Maar verder zit hij echt mooi. Voor iemand die 1,70 meter is en een kindermaat bestelt. Stop! Allemaal kleding hier achter mij. Daar ben ik echt heel blij mee. Ik moet de items zelf nog passen. Jullie weten al hoe het staat. Ik hoop echt dat het allemaal lekker past en me staat. En laat in de reacties weten wat jullie favoriete item is. En niet te vergeten, de kortingscode. De kortingscode van Kids Brand Store is Melanie20. Het komt hier in beeld, komt ook in de beschrijving en het linkje naar de producten toe. We hebben verder nog iets te vertellen. Ik denk het niet. Nee. Als jullie vragen hebben, kunnen jullie hieronder gewoon vragen stellen. En dan reageer ik op jullie als jullie nog meer willen weten over de items en wat dan ook. Vonden jullie deze video leuk? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Zijn jullie nog niet geabonneerd op mijn YouTube kanaal? Doe dat dan ook even. Dat zou ik echt super leuk vinden. En dan zie ik jullie hopelijk snel weer bij een nieuwe video. Doei doei!